Maak je heel veel zorgen? Nee, ik zie het er redelijk rooskleurig uit. Ten opzichte van een paar weken geleden. Ja, tuurlijk. Kijk, we hebben de afgelopen weken wel goede zaken gedaan. Alleen die spanning zal blijven tot we veilig zijn. Omdat we gewoon het hele seizoen al daar staan. Daar in de buurt staan. Dus het is niet meer of minder zorgen. Heel even volhouden, hè? Nog 6 wedstrijden en dan moeten we gewoon vol knallen. En vooral thuis proberen het publiek erachter te krijgen. En we gaan er gewoon erin blijven, dat heb ik een goed gevoel over. Gaan jullie tegen PSV doen? Nou ja, ook daar geloven we dat we ze pijn kunnen doen. En ik heb gisteren ook even gekeken tegen VVV. We moeten ons gewoon zo goed mogelijk voorbereiden. En denk je dan als je die wedstrijd kijkt, je tegenstander volgende week PSV, dan zie je ze voetballen, dan denk je? Nou, ze hebben veel kwaliteiten, maar wij hebben genoeg kwaliteit om ze wel pijn te doen. Alleen vandaag, zoals het vandaag was, is dat niet goed genoeg tegen PSV. Dat weet ik wel. Dus daar moeten we wel de komende 2 weken weer mee aan de slag.